Yo, FankoGamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival, hier op FankoGames Reloaded. En jongens, ik voel me ondertussen een echte Minecraft-strijder. Ik voel mezelf een echte Minecraft-ridder. We hebben een paard, check. We hebben een kruisboog, check. We hebben een groots wijds avontuur voor onze neus. Wat wil een mens nog meer op een mooie vrijdag als deze? Wij gaan gewoon lekker verder met ons avontuur en we hebben nog steeds onze missie waar we heel druk mee bezig zijn. We zijn nog steeds aan het zoeken naar een swamp. Op zoek naar een heks eigenlijk. En vooral ook op zoek naar een slijmbal. Want die slijmbal die heb ik natuurlijk weer nodig om binnenkort eventueel, mogelijk misschien, een lead te maken. Zodat we toch de lama's, die ondertussen zo'n 30.000 blokjes hier vandaan staan, mee terug naar huis kunnen krijgen. Dat is ons doel. Een echte ridder, een echte strijder, heeft altijd een doel in zijn leven. Niet dat ik de afgelopen 28.000 afleveringen een doel had in Minecraft, maar nu heb ik hem wel. Ik vind dat ik lekker bezig ben. Als jij dat ook vindt, smash meteen even die like op deze video. Ik vind het gewoon al helemaal... Dit is ook wel tof. Kijk dan, kan er een tunneltje? Kan er doorheen? Kunnen door het tunneltje, langs de lava. Als een echt dappere strijder. Lekker bezig, Faco. 10 ridderpunten voor jou. Oké, mag ik hier weer uit? Dat zou op zich ook wel heel fijn zijn. Oh, please. Ik ben een verdwaalde ridder. Ik ga weer... Auw! Gaan we weer terug. Zoek het uit. Dit ridderavontuur is veel te gevaarlijk voor mij. Auw, 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 auw. Dat waren hete paardenpootjes. Paardenvoetjes. Paardenvoetjes. Een paard heeft voeten. Een paard heeft geen poten. Een paard heeft voeten. Zachte paardenvoetjes. En die gaan dan stippelstappel, stippelstap. Of trippeltrappel. Hoe gaan ze? Geen idee. Ze gaan in ieder geval op en neer, jongen. Dat is wat ze gaan. Gun een broeder, gewoon een swamp. Zodat dit avontuur terug af kan zijn. Op zich een avontuur hebben is leuk. Maar om na 5 weken hetzelfde avontuur te hebben, daar wordt een ridder ook wel een beetje stimpel van. En waarom is het zo ontzettend moeilijk om gewoon een swamp te vinden? Gewoon een klein, normaal, behoorlijk Nederlands swamp. Dat is alles wat de mensen willen is de Minecraft leven. Gewoon een ietepietepeuterig piepklein swampje. Met hele kleine slijmballetjes erin. Zulke kleine slijmballetjes. Daar ben ik al tevreden mee. Ik vraag niet veel. Ik hoef er ook geen 100 of zo. Ik wil gewoon een stuk of 2. Is dat echt te veel gevraagd? Nee, toch? Dat is toch niet heel erg gierig? Ik wil gewoon slijmballen. Puus. En dan kan ik zelf natuurlijk wel een slijmbal uitgehangen. Door te zeggen dat jullie de beste kijkers ever zijn. En dat jullie vooral moeten liken. Dat het allemaal leuk is en zo. Dat is wel een beetje slijmballerietes. Maar dat soort slijmballen zoeken we niet. Mag je hier overheen? Mag ik er nu springen? Oh, come on! Max Verstappen Peertje moet hier gewoon doorheen kunnen, man. Dat kan hier prima. Ik vind nog steeds wel een bazennaam. Max Verstappen Peertje. Hey! Deze biome ken ik nog niet. Dit is nieuw. Dit is awesome. En mensen zeiden, echt al heel veel afleveringen terug, Vaco, je zou een beetje van dit soort spul, want er schijnt hier potsel te liggen in deze biome, dat ik dit mee naar huis moet nemen, om dan vervolgens daar als een soort stront in mijn hokken neer te leggen. Dat is op zich best wel tof om dat voor elkaar te krijgen. Ik krijg een paar strontvlekken. Niet dat je daar nu op... Oh, sorry Peert. Sorry. Paard had niet zoveel van besjes. Dat is op zich een ding. Dat kan. Ik kan hier even afstappen en even wat wegscheppen. Ik heb ruimte in mijn inventory voor het eerst in mijn leven. Hapsakee. Wat is dit voor spul? Is dit gewoon dirt? Dat is gewoon dirt. Waarom krijg ik niet potsel? Ah, niet potsel! Waarom krijgen we vaak nog een potsel? Wat is dat? Potsel verdorie. Wat zullen we nou krijgen? Wat is dit? Hier, dit is toch potsel of niet? Of ben ik nou helemaal gek? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk heb ik het weer verkeerd gedacht. Dit zijn wel weer hele coole bossen. Met natuurlijk van het hele mooie, coole stukken mossy rock erin. Wel leuk om een tempel mee te bouwen. Ooit. Als ik echt helemaal niks meer te doen heb in mijn Minecraft leventje. Voorlopig laten we eerst maar weer eens de uitgang van het bos vinden. Dat was wel een hele permanente uitgang die ik gevonden had. Dat was een permanente uitgang uit het leven geweest. Als ik daar naar binnen was gesprongen. Mag ik paard meer? We need to go deeper het bos in, Peert. Peert. We need to go deeper. We zijn voorlopig nog niet klaar. We need to find de uitgang van het bos. En met dit paardenbeest gaat het trouwens wel echt knijtersnel. Dat ik dit tijdens die livestream niet bedacht heb, joh, afgelopen zaterdag. Het is één groot raadsel. En dat was trouwens ook dat er niemand was in de hele livestream die zei van... Hé, Faco, misschien moet je die zadel die je gevonden hebt... Misschien moet je die bovenop een paard mikken. Misschien. Niemand die het gezegd heeft. Ik zit vast met mijn paard in een boom. Echt, jongen. Ik heb weer een boompaard. Tuurlijk. Tuurlijk heb ik een boompaard. Als er iemand een boompaard zou hebben, dan ben ik het. Een paard dat gewoon puur en alleen in een boom woont.
Mijn paard kan vast niet in een boom klimmen. Hij probeert het uiteraard wel. Mijn paard probeert alles. Ik loop echt in een hele grote cirkel op dit moment. Voelt die kant een beetje op. Hoeveel ben ik? 29.900 en een beetje. We gaan nog eventjes en we gaan de 30.000 blokjes over. 30.000 blokjes. We zijn officieel 30.000 blokjes van mijn huis verwijderd. En wordt mijn leven er beter op, stap voor stap? Nee. Wordt mijn leven met elke stap een grotere hel? Jazeker. En voor het geval dat je denkt van, hey Vaco, ga je ook die 30.000 blokjes weer terug naar huis lopen? En wat denk je zelf? Gooi eens in de reacties neer. Wat denk jij zelf? Dat ik die 30.000 blokjes weer terug naar huis gelopen, ja of nee? Ben heel benieuwd of jullie daarvoor op geweldig idee zouden komen. Gaat de Vaco dat doen? Is de Vaco knettergek in zijn achterhoofd, ja of nee? Kan ik hier bovenop springen? Dat zou ook wel heel cool zijn. Hop. Gewoon erop met mijn peert AUB. Dank u. Dit is een gigantische bergketen natuurlijk, waar ik echt geen behoefte aan heb. I need to go weg. I need to go heel ver weg. En een need to not komt terug. Gewoon richting 31.000 blokken. En niet één swamp gevonden. Ook niet eens een klein swampje. Niet eens een inimini swampje. Zo'n kleintje. Dat is alles wat ik nodig heb. Ik vraag niet veel in mijn leven. Het enige wat ik wil is een gelukkig leven door middel van een swamp. Is dat echt te veel gevraagd? En op zich zou dit bos ook wel een keer mogen ophouden. Dat zou ook wel heel erg fijn zijn. Gewoon een einde. Dat er een bordje staat van, u heeft het einde van dit bos bereikt. Daar zou ik nu best wel een tientje voor willen neerleggen. Voor zo'n bos. Voor zo'n bordje. Kijk, hier is in ieder geval water. Dat is iets. Hè? Het bos dunt een beetje uit. Ook wel weer mooi. Kijk, wat is het rare bos weer. Hier kunnen we nog steeds niet door. Make me, boom. Make me. Waarom mag ik... Laat me gewoon door. Ik ben de Vaco. Ik heb een paard. Ik wil hier door. Duidelijk. Ik denk... Dit zijn wel nieuwe horizonnen. Horizonten. Ik kan besluiten om mijn paardje hier achter te laten. En die kant op te zeilen. Dat kan natuurlijk. We zijn wel ons paard kwijt. Is ook een beetje sneu. Ergens wil ik gewoon mijn paard houden... Aan de andere kant denk ik, het is ook wel tof om het paard gewoon hier te laten. Afscheid te nemen, want dat hoort ook bij het leven. En dan vervolgens met een bootje die kant op te varen. Want ik ga niet met dit paard als zeepaard die kant op. Dat gaan we niet doen. Dat is te veel moeite en te veel irritatie. Ik denk dat ik dat maar ga doen. Ik denk dat dit het einde is. Mag ik mijn zadel terug? Hey, pokkepeerd. Oké, vriend. Doei. Je bent vrij. Doei. Later. Hij kijkt er niet meer op of om. Ik vond je toch al stom. En je stonk. Gadverdamme, stinkpaard. Oké, I need to build een bootje. I need to build een nieuw bootje. I need to build... Eerst een crafting table. Uiteraard. Een crafting tabletje. Upskate. Bloep, plap. En dan deze. En dan... Woep, woep. Nou, en dan die ene. Stel, hartstikke idee. Let's vaar richting de overkant en let's zien waar we uitkomen. Dat vind ik ook altijd wel weer mooi. Dit soort ontdekkingstochten. Ik hou hier wel van. Voor een goede Minecraft ontdekkingstocht kan je mij s'nachts wakker maken. Absoluut. Dat is sowieso... Dat is best wel een plus trouwens om mij s'nachts wakker te maken. Ik slaap best wel prima. Het is echt gewoon best wel moeilijk. Er zit daar een zombie onder water. Geen idee waarom. Wat is die daar aan het doen, jongen? Is die een pootje baard of zo? Ik word zelfs niet wakker van gehuil van Evie. Dat is best wel een ding. Daar wordt Bren altijd wakker van. En zegt ze, heb je Evie niet horen huilen? Nee. Ik slaap echt prima. Slaapie, slaapie. Hey, kijk eens even. Zie je wel, een mooi avontuur is altijd gewenst. Gun een broeder een nieuwe shipwreck. En gun een broeder misschien wel een nieuwe schatkaart. Dat zou ook wel heel tof zijn. Oké, let's go. Let's go en zoek in de ding. Wat extra lucht. En let's go naar onder. Want ik weet ondertussen dat hier de kist staat. Zit er wat in. Een leather cap. En een paar poisonous onderdelen. Nooit. Do not wil dat. Ik wil wel even een lampje. Anders kan ik niks zien. Hapskee. Zo. Hop, lampje erbij. Hier dan. Hier zit ook altijd een schatkaart. Schatkist. Daarachter. Goud, goud, diamonds en een beetje. Dit is ook wel nuttig. Gun maar. Gun een broeder.
Wow. Ik ben zo eenzaam. Op mijn shipwreck. Dit shipwreck symboliseert wel een beetje deze hele Vacuum Game Survival serie. Valt ook een beetje als het scheepswrak uit elkaar. Ik denk dat ik hier maar ga kamperen. I guess. Ik ga gewoon lekker slapen op dit bootje. Kan me uitschelen. Hupsakee, zo. Ik heb gewoon een vliegbed. Kan me uitschelen. Kan me uitschelen. Het boeit me allemaal niks meer. Volgende keer. Volgende week. Gaat ons avontuur verder. Gaan we ooit nog een keer een lead vinden? Gaan we ooit nog een keer een slimebal vinden? Ik gok zomaar van niet. Maar toch. Hè? In dat geval kan ik altijd nog op dit bootje gaan wonen. Het is best wel knus hier, zeg maar. En er zijn geen zombies. Dat is ook positief. Er zijn geen zombies, geen creepers en geen andere types. Dus wat dat betreft is het leven hier op dit bootje awesome. Het leven op dit bootje zal nog meer awesome zijn. Als jij even een like achter zou willen laten op deze video, als je dat nog niet gedaan hebt. Abonneer natuurlijk op Vacuum Games Reloaded als je dat nog niet gedaan hebt. En hopelijk zie ik je dan de volgende keer weer terug bij de volgende aflevering van Minecraft Survival. Hier op Vacuum Games Reloaded, als ons grote avontuur weer verder gaat. Mazzel!